Yo guys, Clash hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we verder met Dream Fever. De vorige keer zijn we hier gebleven met deze mooie stad. En deze aflevering heb ik heel veel plannen voor deze stad. Heel veel, maar ook voor die stad en die stad. Ik heb veel. Laat gewoon zijn dat ik veel plannen heb vandaag. En we zien hier mijn mooie trein, die toch wel redelijk vol zit. Nu, wat ik vandaag wou doen is. Ik wou. Een trein van hier helemaal naar hier laten rijden om die wat cargo te geven, want hier zijn ze volop bedrijven aan het maken en er wacht heel veel man. Oké, dat is op de busroute van Ving, maar er komen bussen aan, dus dat moet goed komen. Wat wij vandaag ook gingen doen, dat is de elektrische tram aanleggen, omdat deze tram een beetje outdated beginnen te worden en omdat elektrische tram cool is. Ik heb trouwens het gevoel dat we nog een bus kunnen gebruiken. Dus, ik ga die. Ja, nog een bus erbij gooien. Voilà, hier ze op busroute van Ving. Oké, en de tram is hier. Rijdt uit niks een stoomtram. Dat komt door het automatisch vervangen. Dat is geen. Wacht. In Ving. We gaan het automatisch vervangen. Even afzetten. Zo. Oké, dus wat ik wou doen. Ik ga het met makkelijk beginnen. En dat is hier een nieuwe busroute bouwen. Nu, we zien al deze mooie haltes. En ik dacht, ja, het is vrij zonde als we daar niks mee doen. Dus ik heb gedacht. Dus het is echt een hele gekke busroute, geloof mij. Dus wacht, hè. Ik weet niet aan welke kant ze rijden. Oké, het is een soort van België. Dus deze brug gaat ook gebruikt worden. Zo. Zo. Oké. En speciaal voor deze huisjes ook een halte. Dan is de bedoeling dat die eigenlijk helemaal zo gaat. Oké. Ja, hier maar droog, heel droog één halte. I know. Daar ook. What the fuck is dat? Ik hoor iets buiten en ik hoop niet dat je het op de microfoon hoort, want dat zou kut zijn. Maar het boeit niet zoveel. Oké. Zal ik hier nog een halte tussen gooien? Ja, ik denk het wel. Oké. Dan gooi ik hier ook nog een halte tussen. Oké, en dan is de bedoeling dat de bus mooi zo rijdt. En dat hij deze halte meepakt, zodat de mensen kunnen overstappen op de andere bus. En dan wou ik hem zo laten rijden. Oké. Hier een halte maken. Daar een halte maken. En zo. Oké, dus dat is de nieuwe busroute. Wacht, ik ga hier ook gewoon. In het geval ze hier ooit huizen gaan bouwen. Wow, er staat een bus. Een busding. Shit. Maar we gaan dus een nieuwe route maken. En dat is busroute 2. Busroute 2 van lang. Want ik heb nog nooit een bus gehad waar ik 300.000k winst mee had. Dat is ongelooflijk. Dus maar hier dus busroute 2 van lang. En busroute 1 is zwart. Vendel. Oh nee, jongens. Zeg. Oké. Maak mijn kleurtje veranderen. Hallo. Zeg. Oké, dus dit is de nieuwe busroute van Lang. En de bedoeling is bij de nieuwe busroute van Lang dat echt heel de stad gebruikt gaat worden door een bus. Dus, jongens, dat ding is hier lastig aan het doen. Godverdomme. Oké, moeilijk. Dus ik ga even beginnen met de constructie van de nieuwe route. Laten we zeggen dat die gewoon hier. Daar begint. Zo. Nee, hij gaat niet gewoon een rondje maken. Wacht, ik heb een beter idee. Deze. Oké. Nice. Dan is de bedoeling dat die zo gaat.
eventueel zo. Oké. Mooi. Nee. Daar moet hem niet draaien. We laten hem zo helemaal verder rijden. Ik heb echt gedacht over deze busrutte. Het is iets risky, maar het kan werken. Oké, dit gaat echt een dikke halte worden. Oké. Zo. En dan gaat hij gewoon hier rechtdoor in plaats van nog eens zo te gaan. Snap je? Oké, dus 22 haltes. En dat is echt een heel grote busroute. Maar wie weet, werkt het wel. Ik hoop gewoon niet dat ik mijn andere busroute erdoor mee naai. Oh wauw, er wacht veel man op treinroute 2. Zeg alsjeblieft dat die trein al eventjes is vertrokken. Ah ja, oké. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Ik ben gewoon bang dat ik mijn andere busroute een beetje heb verneukt, maar dat denk ik nu niet. Trouwens, dat ze hier allemaal dingen hadden gebouwd, dat was er voor nog niet. Dat was er voor legit nog niet. Vroeger was dit helemaal buiten de stad. Oké, maar maakt niet uit. Zo. Busroute 2 van. En zijn er al mensen aan het wachten of hoe zit dat? Nee, precies nog niet, maar dat kan nog komen. Want ik had wel gevoel. Want kijk, als je dit gaat doen. Zo. Landgebruik. Had ik wel het gevoel dat dit een vrij belangrijk deel is. En dat dat toch wel een busje kon gebruiken. Nee, op het moment zit er precies niet zoveel man naar de... Op het moment boeit zoveel man de bus nog niet, maar dat komt omdat hij net nieuw is. Hoop ik. Oké, busroute 2, busroute 1. Nice. Trouwens, net een volle trein aangekomen. En busroute 1 zit weer helemaal vol. Ja, er is al iemand aan het wachten op de nieuwe busroute. Oké. En toevallig hier ook al? Nee, alleen op busroute 1. Dat is ook van busroute 1. Komt goed. Maar ik ga nu wel eventjes naar een andere stad. Ik heb vandaag geen zin om over onderwerp te praten, omdat ik toch veel te slecht ben om over onderwerp te praten tijdens het opnemen van de video. Oh jongens, er staat veel te wachten. Ik ga mijn tram hier wel nog goed. Ja. Ja, precies wel. Oké. Ja, want die zit vol, joh. Maar ik moet zeker geen nieuwe tram erbij gaan liggen gooien, want dan is het om zeep. Oké, dus het probleem is als je een straat upgrade, dat heel je game gaat raar doen. Dus... Kijk, zo. Oké, so far. So good. Huh? It's not going to be... Ja, kijk, dan teleporteert die tram ineens. Woehoe. Ach, jongen. We hebben ineens 2, 3 trammen door elkaar. Geen idee wat er aan het gebeuren is. Oké. Ik ga gewoon verder upgraden en mijn tanden vasthouden. What the fuck zei ik? Mijn tanden vasthouden. What the fuck? Dat bestaat niet, Wouter. Dus je fucking hart vasthouden, niet je tanden. Leroy. Jank. Hoezo conflict? Waarom gaat het niet? Oké, dan zal het daar geen elektriciteit hebben. Oh wauw, dan vrees ik dat we geen elektrische tram kunnen maken in deze stad. Oei. Ja, wat we ook kunnen doen is gewoon kijken dat die tram kan rijden zonder elektriciteit. Dat zal grappig zijn. Als dat gaat, dan is die tram heel beast. Oké. Nee, selecteer voertuig. Haltram. Ja. Nu, wat ik met deze man wou doen. Deze man. Dit wou ik dus al verwijderen. Hier ga ik iets heel leuk mee doen. You will see.
Oké, ja, dat is de bedoeling dat daar. Zo. Oké. We gaan hier even dit doen. Zo. Want dit wordt toch een spoor voor één trein. Oh. Dat is een beetje overdreven. Oké, wacht. Misschien wil ik wel over rollen praten. Misschien dat overmorgen, als het online komt, dan is het terug school. En op zich, dat klinkt raar, maar mijn zin voor school valt eigenlijk goed mee. Mijn niet-zin voor school valt goed mee. Oké. Tweede poging. Zo. Oké. Maar ga ik nu weer al zoiets overdreven krijgen? Of, maar deze is weer al niet goed gebouwd. Boeien. Het is gelukt. Eindelijk. Oké. Fucking hell. Nou was me dat eventjes leuk. Oké, en ik ga laten zien wat ik eigenlijk probeerde. Oh ja, yeah, er is iets nieuw. Ah, nog een nieuwe trein. Oké, nog een nieuwe trein. Nice. Fucking nice. Ah ja, hoe is met onze nieuwe bus? Hoe is het met de nieuwe bus? En de nieuwe bus werkt nog. De nieuwe fucking bus werkt. Yes. Ah, nevermind. Maar er zit wel een man op ze. Weet je wat we gaan doen, joh? Weet je dat? Nee, niemand weet dat. Maar ik ga doen. Ik ga gewoon nog twee bussen bijgooien, jongen. Laat ze op diezelfde route. Eerste busroute 2 van lang op een mullenvriend. Want er wachten wel mensen op. Maar er wachten toch wel effectief mensen op busroute 2. Dat is goed om te zien. Oké, nu ga ik doen wat ik wou doen. En deze guy maakt heel veel leuke pakketjes. Zoveel dat die dat eigenlijk niet zo goed kunnen houden, die trucks. Dus ik ga een trein laten rijden van hier naar mijn goede stad. Waar trammen worden aanvaard. Dus hebben we een nieuwe trein. Dus wacht. Ja, ik ga de Borsig wel terug gewoon gebruiken. En wagons. Goederenwagon. Ja. 1, 2, 3, 4. Oké, 16. Nice. Dan gaan we een transroute maken. De eerste transroute, stel je voor. Spoor. Oké, transroute. Wacht even. Dat die hier overgaat. Ja. Zo. En dat die daar dan wat goederen gaat halen. Lang had een halte. Oké, laden indien beschikbaar. Oké, dan gaan we die route toewijzen. Transroute 1. Mooi. En wie weet, als dat werkt, dan zou dat fucking nice zijn. Wauw, 70 man. 70, dat kan die trein niet halen, joh. Yo. Nog één. Koop. Ach. Welke stad is dat hier? Ving. Zo, er wachten veel te veel mensen op die kutbus. Een tram is toch veel cooler? Trammen zijn leuk en cooler. Leuker en cooler. Stel je voor dat de tram ook zou uitsterven in deze straat. Dat is echt mijn nachtmerrie. Tram. Ja, zie. Oh, fuck. We zullen wel zien hoe dat evolueert, maar het ziet er niet goed uit voor de tram in Vingakker. Want oké, hier heeft hij 4 man. Daar wacht er 1 iemand op hem. Er is nu maar 1 iemand in.
Ja, ik denk het net zoals Lang Akker waarschijnlijk tram zal uitsterven. Daar wachten wel mensen door de tram. Oh. Check deze. Wow. Oké, hij heeft dus geen goederen gekregen. Maar het is de bedoeling dat deze man ook goederen krijgt. Ah ja, tuurlijk. Wacht. Draai om, dikzak. Ze hebben ineens wel goederen voor de trein gezet. Ja, nice. Ook, ze beginnen ook goederen te zetten voor de transroute. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Ja, drie, joh. Yo, yo, yo. Ja, een productie gaat omhoog. Nice. Kijk, nu gaat hem weg. Oké, wacht. Omdraaien. Je gaat dat meepakken. Dan is dit onze eerste cargo-trein. En dat is super nice. Oh, fuck. Oké. Maar hierbij ga ik de aflevering van Train Fever afsluiten. Ik hoop dat je een beetje leuk vonden. Ik heb over iets gepraat, maar ik ben er totaal niet goed in. Dus dan doe ik het ook maar gewoon niet. Dit was tijdelijk de laatste aflevering van Train Fever. Volgende keer, als er misschien nog een volgende keer komt, gaan we nog een andere cargo trein bouwen. En dan gaan we kijken dat we... De volgende aflevering gaat een beetje draaien rond het derde stadje. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Train Fever. En ik zei ciao.